Welkom bij Illic Health, de plek voor al je natural, herbal en detox producten. Ik ben Tanja, maar dat wist je al. Vandaag gaan we samen juicen. Juicen met sea moss. Ben je er klaar voor? Let's go! Dit zijn de ingrediënten welke we gaan gebruiken. En watermeloen. Daarbij plaatsen we, oeh, dat die sea moss waren, een paar rode bieten en wat limoenen. En wat basilicum. En de ster van onze show, onze sea moss. Deze is in een andere verpakking. Dit is mijn eigen gebruik, vandaar dat hij in een made-up verpakking is. That's it. Let's go. De watermeloen, die snij ik natuurlijk de schil ervan af. En ik heb een bepaalde manier zoals ik mijn watermeloen het liefst snij. En ja, dat zien jullie nu. Dat is eigenlijk heel erg makkelijk. Wist je dat watermeloen rijk is aan antioxidanten? Jazeker, het antioxidant lycopene. Ik heb watermeloen gesneden in stukken zodat ze makkelijker door de juicer passen. Daarnaast heb ik de rode bieten ook in stukken gesneden. Pas op, want deze snoeien. De limoen, daar heb ik de schil van afgesneden, grotendeels. In stukjes gesneden en de blaadjes van de basilicum heb ik geplukt. De sea moss gaan we als laatste toevoegen. Dus we starten nu met het juicen. Lycopene helpt je lichaam te beschermen tegen oxidatieve schade en het heeft een ontstekingsremmende werking. Daarnaast ondersteunt lycopene het behoud van gezonde ogen. Het kan namelijk de kans verkleinen dat het gezichtsvermogen afneemt. Het eten van watermeloen lest niet alleen maar je dorst, het brengt de bloeddruk omlaag, maar zorgt er ook voor dat er vocht afgedreven wordt. Watermeloen is super gezond. Die pitjes zelf, die zitten boordevol eiwitten, voedzame vitamine en mineralen. Dubbelop, dubbelop, dubbelop. Iedereen weet hoe gezond limoenen zijn, maar je wist natuurlijk ook wel dat limoenen een super hele hoge dosis vitamine C bevat. Zo hoog, nou ja, het is gewoon beter dan bijvoorbeeld een sinaasappel. Het vitamine C, het is een van de belangrijkste vitamine voor een gezond immuunsysteem. In combinatie met onze sea moss, wat natuurlijk allerlei vitamine en mineralen bevat. Jongens, dit is een boom, boom, boom voor je immuunsysteem. Deze juice is niet te missen. Op onze website elitehealth.com kan je de raw sea moss aanschaffen, welke je zelf tot gel kan veranderen, of koop de kant-en-klare. Nog beter, dan maken wij hem voor je klaar en dan kan jij hem alleen maar nog in je heerlijke juice opplaten. Wist je dat rode bieten heel veel verschillende vitamine en mineralen bevatten, zoals vitamine A, vitamine C, B11, kalium, magnesium, calcium. En dit zijn ook allemaal vitamine welke in sea moss zitten. Jongens, sea moss is zo top. You need it, you got it, you gotta love it every day. Het juice is klaar. Tijd om het mengsel te maken samen met onze sea moss. De bieten zitten erin, de limoen zit erin, de watermeloen zit erin. Nou, nu is het tijd om te proeven en onze sea moss erin te plaatsen. Wees niet bang en plaats voldoende sea moss in jouw juice. Ik doe er 3 tot 5 eetlepels in. Ik geloof dat ik bij deze 5 eetlepels erin heb gedaan. En het is heerlijk om de hele dag door juice te drinken. En daar is die. Een heerlijke juice met sea moss. Watermeloen, bieten en limoen. Proost! Dank jullie wel voor het kijken. Like, share en subscribe. Tot de volgende keer. I love, 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 love you. Bye bye now.